Nou, voor de zoveelste keer zien jullie ons achteruit de afrit afrijden. Vandaag leuke dag. Ik heb als eerste een fotoshoot in Vetlanda. Ze willen me gebruiken voor de gemeente als voorbeeld van buitenlanders die zich vestigen hier. En die iets raars doen, zoals bijvoorbeeld schrijver zijn of zo. Wat ik op de foto, als ik ergens een hekel aan heb. Duidelijk. Het heeft gevroren, het is precies 0 graden op dit moment. Het stuur is koud. Het stuur is koud. Oh. Ja, en aangezien mijn mannetje niet van handschoenen houdt, heeft hij pech. Hé, Indy? Wat kom je doen? Kom je hem pijn vertellen? Hoe koud het is? Ja, ja. Oh, lekker. Foto snuffert in beeld. Hallo, kusjes, hondkusjes. Uiteraard zit er zo'n slome auto voor je als je haast hebt. Dat is altijd. Nou ja, haast hebben we niet echt, maar het schiet niet op. Ik vind het 40 waar je 80 mag. Is het een stootblok of zo? Yep. Rijdende stootblokken. Maar voordeel is, waar we 40 mogen, rijdt hij 60. Nou, niet nu. Nu rijdt hij 40. Zucht. Tuurlijk. Ken je dat? Van die dagen dat je een afspraak hebt, die hebben we eigenlijk bijna nooit. Maar nu hebben we weer een vette dubbele zandwagen voor ons. Die zich ertussen wrong en niet doorrijdt. Maar hij peert hem. Oh yes. Oh yes. Vorige vlog heb ik verteld dat er maar 3 auto's rijden hier in het land dan met de spits. Nou is het 11:15. En hebben we zo'n beetje alles wat hier rondrijdt, hebben we voor ons gehad. Luchtje trouwens. Nou, we zetten hem in de parkeergarage. Het is hier in Vetlanda en de meeste gemeenten hier bij ons in de buurt heel veel gratis plekken in elke stad. Ja, ik zie ook bijna niks. En de plekken in het centrum op straat, daar mag je bijvoorbeeld een half uur of een uur staan en dan moet je gaan betalen. Maar na 3 'smiddags, dan is alles gratis en in het weekend is het altijd gratis. Wacht op de koffie. We zitten hier bij Cecile's. Dat is een koffietentje. Nou, interview en foto's hebben inderdaad een kwartiertje in beslag genomen. Dus mijn foto's komen terecht op een beurs. Als het een kwartiertje was. Ja, want het was te koud. Ze deed buiten. Ik denk, joh, we kunnen ook binnen gaan zitten, weet je wel. Maar, nou. En ze gaat mijn verhaal gebruiken voor andere promotionele zaken. Interessant. Oh, dat wordt weer trainen. Nou, dat hebben we allemaal overleefd. Nu gaan we even kijken of we leuke laminaat vinden voor onze gang. Want we gaan de gang opknappen. Veel. 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 Yeah. Bidong. Laminaat, die kant op. Oh, dit is de kerstafdeling. Oeh, mooi. Ja, dit is parket. Parket, gewoon parket. Maar het nep parket is hier. Nou, als je ziet, dat is bijna geen verschil in laminaat, de prijs. En gewoon echt parket. Niet te geloven. Geborstelde koffie.
We gaan voor dit soort spullen bijvoorbeeld. Kost zeg maar €16 per vierkante meter. Deze hebben we in de camper liggen, op de grond. Dynamic. Het is een joekel van een winkel, Bukmax. Hier is nog meer laminaat. Het is een beetje standaard kleuren. Deze, geloof ik, hebben we in de slaapkamer. Deze hebben we in het toilet gecombineerd met ligt er niet meer bij, maar iets wat hierop lijkt. Hallo. Aha, peurschuim. Ja, voor even bij Stief kijken hoeveel we nodig hebben voor zijn dak en zijn zolder bij de gaten zitten. Even kijken naar laminaat hier. Ja. Deze hebben we in het toilet. Hij ziet er heel raar heel geel uit, maar het is een hele witte kleur. Kom, focus. Focus. Daar is die. Deze vind ik ook wel heel mooi voor in de gang. Vind je donker? Nee. Nee? Okay. Oeh, nog meer kerst. Nou, ik hoef maar geen kerstspullen. We gaan het gewoon bij Steve vieren. Die halve dag die we hebben. Tussen ons werk door. Nou, alles gezien? Gaan we betalen? Hummer. Race truck. Hey, kijk nou. Stofzuiger voor Steve. Wat kostte die? €100. €100. Kerstcadeau voor hem. Ja, ik heb een goed kleedje gehad. Zo. Dag, het maar. Het is ook niet eens hoor. Eikenpakket. Wit gelakt staat op. Wooden floors. Het is inderdaad niet duur. Dan gaan we weer naar onze favoriete winkel, hè? Jouw, hè? Mijn, hè? Onze. Oh, laat ik door de deur gaan. Ik ook op, hè? Door het begin. Kijk nou wie er op ons zit te wachten daar. Hallo. Hey, hallo. Oh, hallo. Hallo. De auto is een beetje vies. Een beetje goor is die. Hij is heel smerig. Gisteren reed ik in het bos achter Steve aan en ik zag gewoon niks door de stofwolken. Wat kom je doen? Vind je me... Oh, vind je mij zo lief? Ga je maar lopen, liedje. Je geeft DNA af. Je geeft DNA. Kunnen we hem klonen? Klonen? Eén straatje verder. Wat een rit. Ze staan nog voor de deur. Ze staan nog voor de deur? Ja. Is het nog geen 12 uur? Het is 3:12. Ja. Ik dacht dat ze bij de deur zijn. Hoe dan? Ze gaan al. Uplop. Zo druk. Jeutje. Wat willen die lui? De koopjes of zo. Ik zet je pootje vast. En ze willen allemaal naar binnen. Naar binnen, koffie. Nou, dat er nog een plekje is. Oh, daar is een plekje. Nou, die heeft het snel gezien. Je had
gezien of je drukte. Ik denk het. Wegwezen. Daar kan ik mijn voet wel opwarmen bij mijn bed. Ik zou weer bij Erik helpen. Ja. Oh, hij is echt vies. Waar zijn we nu? We zijn bij Dolles, hoor. We gaan even kijken of we een mooie station hebben. Oh, dat is ook een hele leuke winkel. Nou, dan zou ik je wel aan de lijn doen. Store. Wat voor lieverie? Je lijstje? Aluminiumfoliespuurspoentjes, waspoeder eventueel, verbandjes eventueel en koffie of koffiefilters eventueel. Aha. Nou, zoek hem maar dan. Allemaal leuke dingetjes. Nee, die moet je hebben voor je snoepjes. Nee, voor je thee. Voor thee? Oh, die zijn een euro. Dat is niet zo heel veel. Maar kan je daar al je thee in kwijt dan? Een zakje? Ja, ik denk het wel. Nou, neem er 3 mee. Hebben ze er 3? Hey. Hebben we plaatsen voor? Maken plaats. Oh boy, oh boy, oh boy. Allemaal leuke dingen. Veel te leuke dingen. Heer, mooi een boomstam om op te liggen. Een schijf. Beetje hard, hè? Ja. Valt wel mee. Zo, jij bent sterk. Een flexibele boomstam, hè? Leuk. Nou, dat is wel grappig. Ja. Hier heb ik citroentjes. Citroentjes? Oh, geweldig. Leuk. Allemaal leuk. Wat gaat er weer? Een mooie keekpakken. Wat is handig? Stof of... Ja, ik vind stof wel handig, want die kan ik gewoon wassen. Oké. Okay. Toch? Oh, kijk nou. Oh. De kies. Moest je nog een badspons hebben trouwens, of niet? Moest jij nog een badspons, of niet? Nee, dat is niet. Nou, kerst. Als ze nou zo'n zinknopje zouden hebben, zou ik ze allemaal tegelijk aanzetten. Cowboy Geertje. Hey, is het wat of is het niks? Ik vind hem wel leuk. Ja. Hij is niet groot. Nou. Maar hij zit dat op mijn hoofd, hè. Hij zit niet. Dat gat is gewoon te groot. Ja. Ik denk dat je niet moet van alles zijn. Ze moet hem een beetje kleiner maken. Ja, gewoon een krant erin, toch? Hoe was het ook alweer? Dat doen ze bij grote schoenen. Oké. kijk. Oh. Kost die? 15 euro. Gelukkig is die duur. Snoep.
Waarheen? Oh, daarheen. Ja, kijk dan. Zoei. Hier, witte chocola. Oh nee, het is geen chocola. Wat zit daarin? Een chocola. Chocola, ja. Ze zijn gek op chocola. Oh ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Nog genoeg snoep. Goed hoor. Dat is chocola. Ja. Wauw. Ai, ai, ai. Hoi, hoi. Nu lopen we naar een straat in Eeckeu. Waar een Mary Kay house party is. Daar ben ik voor uitgenodigd. Make-up spulletjes en zo. Niet dat ik dat gebruik, maar het is een collegaatje. Dus wel even leuk om te bezoeken. Even kijken hoe dat in elkaar zit. Nou, gaan we kijken. Nummer 7, er stond 7A en 7B stond daarop. Aan de voorkant. Ja. We gaan het zien. Nou, we zijn bij Mary Kay party geweest. Geer heeft een handcremmetje gekocht. Met scrub. En dan weer een ander cremmetje. Zachte handjes. Hij krijgt hele zachte handjes. Het is inmiddels 3:50. En het wordt alweer donker. Die ruit is een beetje vies. Ping. Ja, een boodschapje binnen. Hey, spitsuur. Kijk dan, hé. Hey. Kijk dan, de mensen. Oeh. Bijna file. 1, 2, 3. Oh, een record. 4, 5, 6 en nog één. 7 hele auto's. Wauw. Het wordt wel een beetje druk. Ik denk dat we gauw het bos in moeten. Want het is niet leuk meer, hoor. Nou. Oké. We zijn weer thuis. Het is een productief dagje geweest. Je hebt je eerste schoonheidsproducten ooit gekocht. Voor mijn handjes. Voor je handjes. Oh. Handjes. Waar zijn ze eigenlijk? Handjes, hier. Ja, je handjes zijn daar. Ik bedoel je schoonheidsproducten. Oh. Alleen neem ik ook nooit meer mee, want die koopt mij in mijn arm, die gast. Hier. Oh. Schoonheidsproducten. Mm. Nou, vertel, wat heb je gekocht? Let me see. Kijk, merk. Ja, we gaan geen merken verkopen hier. Mag niet, hè? Sluikreclame. Oh, nog een pakje. Daar staat het nog duidelijker op. Oké. Ik heb geen sluikreclame. Nee, we hebben geen. We maken geen reclame. Wat hebben we gehad? Nou, we hebben een begin, hè? Gehad. Ik heb wel moeten betalen, ja. Hoeveel betalen? Met een zalfje. Een zalfje? Oh nee, dat is niet een zalfje. Dit is een zalfje. Dat is een zalfje. En dan ga je scrubbelen. Scrubbelen. En dan krijg je een cremmetje erop. Maar wat moest je nou eerst doen dan? En de gebruiksaanwijzing. Wat moest je nou doen? Wat heb je gedaan? Nou, wat heb ik gedaan? Maar onze volgorde laat het goed als weet niet. We hebben eerst een... Nee, dat is de foute volgorde. Dan zie je, daar heeft ze een fout gedaan, hè? Oh, nee, maar je mocht die testen. Dus deze krak eerst en toen deze. Toen moest ik mijn handjes wassen en toen kreeg ik dus deze erop. Dus de rozencrème. Maar en de... je moet eerst die, dan die en dan die. Dus dit is de volgorde. Ja, ik word nog wel eens... En wat is dat pompje dan? Daar zit... scrubzeep in. Scrubzeep voor je poezelige handjes. Yes. Ja, voor die mokers van hem. Want hij heeft zoveel eelt aan zijn kluiven, dat hij zijn vingers niet meer voelt ongeveer. Om maar even op zijn Hollands te zeggen. Nou, ja hoor. Meneer heeft scrubzeep. Dan heeft hij een... Even, het is niet alleen voor mij. Nee, deze vind ik lekker. Dat is hele fijne zalf. Zalf en crème. Nou, zeg hé. Dus we zijn voorlopig arm. We gaan nu aan de thee. Oh,
gaan nu aan de thee. De winterthee. Heeft hij ook weer gekocht. Ga je even een dagje uit met je vent. Kost gelijk ook veel. Ja. Allemaal losse theetjes gekocht. Ja, nooit meer zien. Ja, duidelijk. Dat is eens maar nooit meer. Nee hoor, schat. Want we hebben ook nog een mooie kerstboom gesnijd. Uit het bos gehaald. Maar die lag los. Die was afgebroken. Ja, I love you too. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja? Bye bye. Dag Indy. Dag lieverd. Geef je nog een kusje? Geef je nog een kusje? Oh, ik krijg een poot. Oh, zo'n brave poot. Dag allemaal.